Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. De denkingziens van Michael Jackson, nu een half jaar geleden. Suzanne, kijk je er nu op terug? Ja, nog steeds wel als een heel pijnlijk iets natuurlijk. Ik bedoel, ja, voor zijn fans, voor zijn kinderen, voor zijn familie. Ja, je ziet het ook op de beelden. Het is gewoon intens verdriet natuurlijk. Was voor de fans niet anders op dat moment. Dus ja, het is gewoon triest ook om naar te kijken. Ik hoorde op internet dat hij naar het ziekenhuis gebracht was, op, echt op het moment dat het gebeurde, zeg maar. En ja, ik geloofde het niet. Je wilde het niet geloven? Nee, het was een groot deel inderdaad niet willen. En het was ook een groot gedeelte gewoon niet geloven. Want ja, het is een superster en eigenlijk een soort superheld voor zijn fans. Ja, superhelden gaan niet dood, dus waarom Michael Jackson dan wel? Suzanne, we zitten nu de beelden terug te kijken. Dit is het moment dat de kist binnenkwam. Ja. Jij zat daar dus in dat publiek. Wat deed dat toen met jou? Ja. Wat doet dat met je? Ja, heel raar. Het klopt niet. En je denkt gewoon van, nou, dit is een show, dit is een herdenkingsdienst. Ik ga gewoon een herdenkingsdienst kijken. En je concentreert je daar heel erg op. Want je, ja, je gelooft het nog steeds niet. Ik bedoel, de kist is er wel, maar ja... Het zal wel. Het was de kist met Michael Jackson, waar jij zo'n grote fan van bent. Ja, dat klopt. Ja. En dat probeer je, op dat moment probeer je dat dus vooral niet te realiseren, want dat maakt het gewoon extra moeilijk, zeg maar. En eigenlijk realiseerde ik me pas echt aan het eind, toen ze de kist weer wegreden, dat ik dacht van, nu is het afgelopen. Nu is het voorbij, nu is die weg. That's it, this is it eigenlijk. But Michael Jackson best-selling American artist. This Video Pioneer Award is given to Michael Jackson. Again, I say thank you. Thanks to God. Zijn dood is nu een half jaar geleden. Hoe moet het verder in het nieuwe jaar? Ja, zonder Michael, maar wel met heel veel lieve fans. En gewoon nieuwe avonturen aangaan met elkaar. En hem gewoon altijd in onze gedachten houden. Zo gaan we verder. And I just want to